mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze video. Dit vraagstuk is weer een beetje in dezelfde trant als vorige keer. Alleen deze keer niet elektrisch, maar hydraulisch. Ja, hoe kan het nou dat de kraan rond kan draaien zonder dat er slangen in de knoop gaan die zeg maar de bovenwagen met de onderwagen verbinden. Bovenin hebben we natuurlijk de pompen zitten. Die olie die moet ook naar componenten in het onderstel. Hè, bijvoorbeeld de rijmotoren, de stuurcilinders. Hoe werkt dat nou? Oké, kom kijken. Nou kunnen we het allemaal goed zien, hè? Nou, hier ligt dus de motor. En de motor die drijft hier de pompen aan. En de pompen die pompen de olie naar het kleppenblok, wat hier zit. Er zitten alle stuurschuiven. Vanaf daar zie je een heleboel slangen en leidingen. Die lopen naar alle hydraulische componenten van de kraan natuurlijk. Hè? Dus naar bijvoorbeeld naar de cilinders van de graafarm. Daar naar een hydromotor die zorgt dat die kan draaien. Maar er lopen natuurlijk ook een heleboel leidingen en slangen. Ja, die moeten naar het onderstel. En daarvoor zit er hier een centrale doorvoer. En die zit hier. Dat is het ronde ding. Dat zit echt midden in de draaikrans. Midden in het hart van de machine, om het zo maar te zeggen. Nou, je ziet, er gaan een aantal aansluitingen naartoe. Gaan we even aan de onderkant kijken hoe dat eruit ziet. Dan zal ik dadelijk vertellen hoe het ding in elkaar zit. Ja, hier. Kijk daar. Daar zit hij. Hier kan je het zien. Kijk daar in het midden. Daar zit dus die centrale doorvoer. En daar komen al die leidingen ook weer uit. Ja, die gaan hier bijvoorbeeld naar de versnellingsbak. En daar zitten de hydromotoren voor het rijden zitten daar bijvoorbeeld aan. Hè? Maar ja, hoe werkt nou die centrale doorvoer dan? Hè? Nou, je moet het eigenlijk zo zien. Dat is eigenlijk een stuk as. En dat zit in een, in een dikwandige stalen buis eigenlijk. Ik zal het even tekenen. Eerst teken ik de buis. Het is een doorsnede weer natuurlijk. Hè? En daar zit een as zit daarin. Een aantal groeven. Hier zitten afdichtingen. Kleine groefjes waar dat afdichtingen in zitten. Daar ook. En daar ook. Nou komt het grote geheim. Nou ja, geheim. Het valt wel mee. Dus het is zo spannend niet. Hierin zitten aanboringen. En deze loopt zeg maar zo. En deze loopt naar deze kamer. Die loopt naar deze kamer. Hier kan olie in. Daar kan olie in, daar kan olie in. En deze olie die hierin gaat, zeg maar, die komt in deze groef. De olie die hierin gaat, die komt in deze groef. De olie die daarin gaat, die komt in deze groef. Ja? Nou ja, het enige wat je dan nog nodig hebt, is natuurlijk hier een aantal aanboringen. Zeg maar gewoon hier, hier, hier. Nou ja, en je ziet het al, die olie die gaat zo in die groef. En hier eruit. En deze komt hier. En die gaat daar. En die. Ja, hier hè. Kijk, nou kan ik die bus, hè, de groene deel, kan ik zeg maar vasthouden. Terwijl ik het blauwe deel, die pin die hierin zit, die kun je gewoon draaien. Het is natuurlijk een hele simpele met maar 3 aansluitingen. Daar heb je niet zoveel aan natuurlijk bij zo'n graafmachine. Die heeft nog veel meer, dus dat is een stuk ingewikkelder. Dat is een stuk langer en veel meer groeven natuurlijk. Dus maar ik denk dat hier het principe mee is uitgelegd. Nou ja, vind je mijn tekening nou niet duidelijk, dan moet je even googlen. Hydraulic swivel joint. Of ja, centrale doorvoer natuurlijk. En dan krijg je allerlei afbeeldingen van hoe die dingen eruit zien. En ik denk dat het dan nog duidelijker is. Hey, maar heb jij nou een vraag aan mij? Zet hem even in de comments. En dan misschien behandelen we de volgende keer wel jouw vraag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.